Yes. Het is vandaag Valentijn en ik ga 10 jaar vandaag samen met mijn liefde Jack. Ruik het dat zo lekker? Ga naar de Moulin Rouge, jongens! Ik heb er zo kost. Moulin Rouge was vreselijk. Ja, echt. Maak geen grap. We zijn in Disney. Mijn vriend is best in liegen. En hij wist gewoon dat deze Indiana Jones achtbaan over de kop ging. Er zei niks. Ik moest echt huilen. Echt huilen? Ja, ik wilde er echt uit, maar het kon niet meer. Ze zijn helemaal doorweek. Haat je mij nu? Ja. With love from Paris. With love. Hallo weer allemaal en welkom weer bij onze nieuwste vlog. En deze vlog gaat voornamelijk om over mij. Marie haar Valentijn met haar vriendje Jaime. Die zit niet in deze vlog, want die houdt gewoon niet zo van het vlog leven. Vlog live. Dus vandaar dat ik het Jules even met Jules ga opnemen. Vorige week hebben we Valentijn vlog van Jules gelanceerd. Dus heb je die nog niet gezien, kan je hem altijd nog even terug bekijken. En deze Valentijn vlog gaat helemaal over Marie en Jaime. Je hebt me best wel veel nog op de camera gegeven. Ja, je laat zien, ik laat zien hoe ik mijn setjes voorbereid voor de trip naar Parijs. Want we gaan naar de stad van de liefde. Omdat wij 10 jaar samen zijn, dus ik laat heel veel van Parijs zien. Ik ga naar Moulin Rouge, ik ga naar Disneyland. Dus ben jij benieuwd? Blijf dan kijken. Blijf abonneren en subscriben, liken, commenten, alles wat je denkt. We proberen dus alles te beantwoorden. Ja. Subscribe. Love, Lijners. Goedemorgen vandaag. En zoals je al ziet, ik heb een nieuwe camera. Kijk, ik geen barsten. Ik heb een dingetje dat ik hem niet meer laat vallen. Het is vandaag Valentijn. Oftewel, de dag van de liefde. En ik ga 10 jaar vandaag samen met mijn liefde Jaime. En de dag begint al goed, want ik werd wakker. En ik heb al een hele mooie roos gekregen. Super verwend. Heel blij mee. Komt niet heel goed over, maar het zijn er echt heel veel. Ik word hier zo gelukkig van. En ik ben ook helemaal niet meer gewend dat ik eindelijk mezelf kan zien. Kijk, me met alle flowers. Ruik het dat zo lekker? Dus, mijn dag begint al leuk. Ik heb ook een super lief briefje gekregen. Die hou ik van mezelf. Die doen we eigenlijk altijd. We schrijven altijd lieve briefjes voor elkaar met Valentijn. En ik heb alle tickets wel uitgeprint voor de trein voor morgen. En ik ga nu eigenlijk setjes maken. Nu een ravage. Ik heb een hele leuke Valentijnskaart voor Jaime gegeven. Frank, ik wil alleen maar naar buiten. Hé, Frank? Ik ben naar buiten. Ik ben net naar buiten geweest, man. Oké, ik dacht, hoe leuk is het? Ik ga het zo even goed filmen. Om de Tyda Unicorn aan te doen naar Disneyland. Kijk dan hoe leuk. Dit met Disney. Dat is toch echt geweldig. Die hoodie. Dacht ik deze schoenen bij. Die heb ik nieuw. Van Bo Berends. Ik zit alleen te twijfelen of dit leren leggingtje. Die latex. Of ik dat inderdaad wel leuker bij vind. Het is een beetje vloek. Ik denk spijkerbroek. Oh, ik hoor even wat geruis. Frank, heb je wat in je mond? Oh, ja. Deze. Dat mag niet, hè? Ik denk dat ik dit een beetje te veel kleurverschil vind. Dat ik het heel erg leuk vond bij die roze vlekken. Maar spijkerbroekjes denk ik leuker. Dus ik ga vandaag even alles aandoen. Ik maak altijd setjes per dag. Dan weet ik ook gewoon dat ik er gewoon leuk uitzie met mijn tassen en accessoires. Dat alles helemaal gewoon klopt. Ik heb ook gisteren mijn nagels gedaan. Ik kan nog niet mijn nieuwe vlogcamera binnen. Dus dat heb ik nog niet gefilmd. Hoe mooi zijn mijn nagels. Het is babyboom. En ik ben nu een keer naar Universal Nails geweest in Amstelveen. En ik moet zeggen, het bevalt me wel. Ze zijn ook mooi lang. Dus ik ben helemaal ready. Ik ga zo eventjes. Ik heb net gedoucht mijn haar krullen. Voor Valentijn alvast. En ik ben al helemaal lekker naar zonnebankje geweest gisteren, mijn nagels. Dus ik ben echt goed prepared. Frankie is in de tussentijd alles kapot aan het bijten. Daar zaten mijn bloemen in. Oh, ik heb een leuk idee, ik ga je daar erin zetten. Wat voor fotootje, Frank. Dat is leuk. Gaan we jou hierin zitten? Gaan we jou erin zitten? Ga ik je eens even kammen. Ziet er weer uit. Kijk nou, wat een leuk idee ik had. Met 2 Valentijntjes. In de doos, hé. Nou, jullie zijn wel mijn leukste cadeautje, jongens. Ja, jullie mogen eruit. Ik ben ook echt een hele erge moeder. Kom maar, 1, 2. Hoppakee. Hoppakee. Dat was het. Wat voor een leuk fotootje voor Valentijn. Dit is voor jou, Marie. Vertel eens wat over jouw grote liefde. Oké, Marie die gaat met... Ga jij die vragen van mij beantwoorden? Nee, ik Marie gaat met... Jaime. En we kennen elkaar van de middelbare school. Ik was 14 en Jaime was 15. Dus Jaime is nu 25 en ik ben 24. En Jaime was blijven zitten. Vandaar dat ik eigenlijk bij hem, nou niet in de klas zat, maar opeens opviel dat hij er ook was op school. En toen zijn we een beetje ingerold. Een echte jeugdliefde dus eigenlijk. Nu 10 jaar verder en bam! Een Oudhausen 2 hondjes. Oké, ik begin gewoon. Ik ga morgen dus naar Disneyland. Dat is dan zaterdag. Maar ik begin gewoon even bij de dag zondag. Vandaag gaan we naar Disney. En dan weet ik al gewoon dat ik deze te leuke hoodie aan wil. Dus dat scheelt al een hoop nadenken. Ga je even neerzetten. Het zou wel handig zijn als een standaard had met hem. Ik weet het. Maar goed, hè. Oké, de hoodie. Maar nu ga ik kijken of ik op deze roze broek. En zo lijkt het wel dezelfde kleur, maar dat is het dus niet. Ik denk dat ik mijn jeans aan ga doen. Even aanpassen. Alles net gewassen. Ik denk dat ik deze jeans aan ga doen. Met het denimjasje. Maar deze komt lekker uit de wasmachine. Dus mijn broek zit nog mega strak. Maar ja, het is zo weer uitgelopen.
open. Hoe leuk die achterkant. Jezus jongens, wat moet ik eten? Ah, is met die broek bezig. Pas je wel maat 26. Ja. Oké. Okay. Broek zit dicht. Tussentijd moet ik ook even naar mezelf kijken in de spiegel. Met dan het Reiners dennenjasje. Dezelfde kleur denim. Dat kan nog wel. Tasje. Ik denk deze roze erbij. Ik moet echt eens een lichtblauw of een lichtroze tasje hebben, merk ik nu. Bammer. Zo. Dan deze jas erbij. Zal even reclame maken in Disneyland, hè? Reiners. Die staat heel groot. Van de kant. Kijk, is het leuk? De hoodie. Tie-dye. Met ook een roze Balenciaga tasje. Nou, de roze hoodie. En dan een spijkerbroek. Of vind ik dan die latex leuker? Maar dan heb ik zoveel verschillende kleuren roze. Ik ga even de latex broek erbij passen. Dit zijn de jeans. Dan heb ik of deze schoenen erbij. Dat was wel leuk bij mijn tas. Maar deze passen beter bij de lakleren legging. En mijn hoodie. Die. Of die. Die zijn nog wel heel mooi wit. Ik weet niet of met die attracties dat een goed idee is. Ik heb echt te veel keus. Ik vind dit echt deze roze tasje het leukste met die linker. Maar met mijn hoodie de middelste. Oké, ik ben even aan het pakken. Ik heb deze meegenomen, die tie-dye. Doe ik dan gecombineerd met mijn Levi's broekje. Dan heb ik ook dit leuke setje. De nieuwe glittertop met het Alexander McQueen jasje wat ik heb gekocht bij de Bijenkorf. Ik ben er nog niet uit of ik dit topje erop doe of die tie-dye. Dus ik neem gewoon allebei mee. Zo, koffertje is gepakt. Ik heb net mijn haren gekruld. Deze kant. En de andere kant. Laat ik even uitzakken. Ik heb een hele rode wang weer naar de zonnebank geweest. Alweer morgen weg is. Oh my god. En ik krijg dus heel lang krullen. Laat ik even echt helemaal uitzakken straks. En doe ik er dan droog shampoo in en haarlak. En dan heb ik mooie haren vanmorgen. Krul, krul, krul. Ik heb er zoveel zin in. Dat van de liefde aan mij van ja. Waar gaat mama nou heen, Chirie? Gaan we weg? Ik ga nu naar buiten. Mijn schoonouders zijn er. Die komen ons ophalen. Die gaan ons brengen. En ik neem ook de hondjes van het weekend. Oh, ik heb er zoveel zin in, Chirie. Chirie denkt ook dat ze meegaat. Daarvoor is ze vrolijk. Nee, je gaat niet mee. There he is. We zijn er klaar voor. In het algemeen, wat vinden wij van Parijs? Ik vind sowieso Parijs de allerleukste stad om heen te gaan. Nou, gewoon vooral omdat je er heel veel dingen kan doen. Jij was er heel lang niet meer geweest? Nou, alleen met onze shoot 2 jaar geleden. Maar oh, ja. Het is meer echt shooten en natuurlijk setjes maken, stress, eten en weer vroeg slapen. Dus nou niet echt dat je de stad kan verkennen. En ik was er nog wel regelmatig. Ik ben er 2 keer extra geweest dan jij. Ja, dus ik heb eigenlijk nooit echt gewinkeld daar of echt de stad doorgelopen. En hoe vond je? Ik vond het heel leuk, maar we waren van zaterdag tot maandag. En zondag was al de hele dag naar Disney. Mijn leven is Disney. Dus ik heb niet heel veel cultuur gezien van Parijs. Dus dat is wel eigenlijk een beetje de hele dag ook in plannen voor echte winkelen. Voor echte Eiffeltoren en de Montmartre en Louvre. Louvre wil ik ook nog steeds een keer heen. Ja, maar alles komt het allemaal aan de band. Maar niet uit, onderweg. We hebben het net even voor jou. Of je het over de dag Dus was het onze eerste keer naar Parijs. Ik ben 5 keer naar Parijs geweest. Dit is mijn 3e keer. En dit is wel echt het meest recente wat ik nog kan herinneren. Ik ben vroeger wel geweest met mama en papa natuurlijk altijd naar Disneyland. En ja. Met onze shoot. Maar dit was echt wel de eerste keer dat ik echt heel erg leuk heb gehad. Wij zijn net in de hotelkamer. En wij gaan nu meteen door om te lunchen aangezien het al 3:30 is. En we moeten 7:30 wel bij Moulin Rouge zijn vanavond. Super schattig Frans kamertje. Zo leuk. Met al die kroonluchters. En dan kun je wel naar buiten kijken. Heel erg leuk uitzicht op de Champs-Élysées. En dit is dan de badkamer. Ik draag vandaag trouwens de Mandy top body met de trekkingbroek in het normale stretch nu eindelijk. En mijn moeders jas met allemaal franjes. En het Prada tasje en een Zara muts. Ik heb zoveel honger. Ik ga lekker eten. We zitten bij Kostas. We gaan lekker lunchen. Het is echt heel gezellig. Lekker. Ik heb nu een heerlijk toetje besteld. Pavlova met merengue. Make me ready voor vanavond, want we gaan naar Moulin Rouge. Ik heb het kantenpak aan van mijn mama. Leuk, met allemaal kant. Beetje flair en dan westerlaars eronder. Ik heb heel veel zin in vanavond. En ik weet echt niet wat ik kan verwachten. En dan weet ze dat je niet mag filmen. Maar ik ga het toch proberen voor jullie. Anders ook. Kijk, laat dingetjes. Dit leuke tasje. Hooray. Ready to roll. Oh my god. We gaan naar de Moulin Rouge, jongens. Ik heb er zo veel zin in. Kijk die molen. Hoe leuk. Hoe was Moulin Rouge? Moulin Rouge was vreselijk. Oh. Nou echt, maak geen grap. Ik had het met mama laatst erover. Ik ga echt zo'n brief sturen naar ze dat ik mijn geld terug wil. Nou, dus ik ging naar Moulin Rouge. Omdat Jamie en ik 10 jaar hadden. Wij wilden echt iets spectaculairs doen. En nou, en in Parijs toch wel bekend om een denk mooie je daar show. Toch wel meteen aan van wauw, dit moet je een keer gezien hebben. Dus ik was €250 per persoon kwijt voor het eten en de show. Ik had €500 totaal. Dus €500. Ik had het kantenpak aan van mama met westernhaarsje. Nou, ik leek wel of het de crew was. Zo overdreven was ik. Wat Marie bedoelt, ze had verwacht in Moulin Rouge dat iedereen er stond in. Nou, dat stond op de uitnodiging.
Chic. En op de uitnodiging stond dat je inderdaad chic moest worden gekleed. Stonden gewoon niet alleen maar Russen met Filipijn pakken met diamanten en sneakertjes aan. Maar dat is wel chic. Joggingpakken. Oh, joggingpakken. Nee, ik dacht gewoon. Nee, gewoon joggingpakken. Stond op de info dat je gewoon klassiek moet worden gekleed, anders word je niet toegelaten. Dus vandaar dat Marie ook helemaal over de top is gegaan. Dus bij het entree zei ik al, nou, ik heb 10 jaar leuk. Heb je een mooi tafeltje voor ons? Ja hoor, zeker. Dus hij begeleidt ons naar de zaal. Nou, in die zaal passen misschien 300 man. Nou, in de zaal staat 800 man. Zo'n commerciële troep is het. Dus wij werden naar tafel geleid. Ik zat met 6 andere mensen aan een klein tafeltje gepropt. Ik kon niet eens mijn armen bewegen. Het is een tafeltje voor 4 eigenlijk, niet 6. Zo krap? Nou, nog krapper. Ik kon niet eens mijn tas naast me neerzetten. Ik heb niet gefilmd, stiekem. Je mocht niks filmen. Ja, oké. Okay. Dus, we kregen het voorgerecht vreselijk vies, hoofdrecht vreselijk vies en nagerecht vreselijk vies. Terwijl ik echt een kliko-bak ben. Jij lust alles. Algemeen. Je maakt ons zelfs blij met een hotdogbroodje of McDonald's. Ja, menu. Nou. Je kreeg als starter een broodje zonder boter of zout. Van hard brood. Van hard brood. Ja. Geen olietje, helemaal niks. Nee, helemaal niks. Oh, wat erg. Dus jij zag aan mijn hoofd al, deze avond is niet meer goed te maken. Was ook niet. Dus ik had die bediening gevraagd, maar die Fransen zijn sowieso niet echt heel erg aardig. Ze zijn niet heel aardig, nee, dat klopt. Dus ik vroeg, alsjeblieft meneer, heeft u voor mij een mooi tafeltje? Wat nog VIP boven? Ik zei, nou, dus nooit betaal ik meer, dan zit ik tenminste wel leuk. Mocht niet, en anders moest ik maar weg. Ik kreeg mijn geld niet terug. Dus ik denk, nou... Ook blijf maar zitten. Dus als je naar Moulin Rouge gaat, sowieso niet eten, want het stelt helemaal niks voor. Naar de show. Nou, ik persoonlijk vind het wel een mooie show, maar het is ook nog niet denk ik, wauw. Je vond Crazy Horses leuker? Veel leuker. We zijn dus een Rijnstreet met Crazy Horse geweest. Dat is ook een cabaretier show waar we niet mogen filmen, maar dat is heel intiem. Heel klein ook in Parijs. Ja. Je bent ook allemaal vrouwen met mooie pakjes. Je kan het even opzoeken op Instagram, hoe ze allemaal dansen. En mensen zeggen dat dat minder leuk is dan Moulin Rouge, maar dat was van jij dus. Nou, ik vind dus op en top Moulin Rouge. Ik vind sowieso mannen. Jij denkt ook sowieso aan een film Moulin Rouge. Misschien. Helemaal over de top. Nou, ik vind sowieso mannendansers heel awkward. Over het algemeen gewoon. Ja. Mannendansers. Nou, 5% is ook man. Bij Moulin Rouge denk ik echt alleen maar vrouw. Nou, en vrouwen vind ik het mooiste als ze topless met al die kristallen wat ze altijd hebben. Nou, dat was een kwartier van de show. En de rest waren clowns voor het circus in mannenpakken en thema's. Dat denk ik. En ook als ze gingen performen, ging het publiek. Ze platte borsten. Dat denk ik, ja. Kijk, het is ook gewoon Parijs, dus je verwacht ook wel gewoon een show, omdat je in Parijs zit en het is Moulin Rouge. En het is ook een speciale Valentijnshow. Het was mooi hoor, maar niet dat ik iemand zou adviseren om daarheen te gaan. Dat was dus leuk, maar dat was eigenlijk... Niet voor het geld, dus als je nou misschien 20 euro per ticket had gekocht? Ja, oké, okay. Dus Moulin Rouge is echt dus een commerciële troep geworden. Een no-go, een non-travalier. Helemaal niet vriendelijk, vies eten. Bah. Nou, jongens... Ik hoop niet dat mensen hun Moulin Rouge hebben gehoord. En ik drink dus nooit. En Jamie, we zijn er maar aan de champagne gaan gaan. Om het maar leuk te maken. En toen was het nog steeds niet leuk. Nee. Goedemorgen allemaal. Wij zijn gisteren naar Moulin Rouge geweest en mochten helaas niet filmen. Dus helaas heb ik daar geen beeldmateriaal van. Maar wij gaan vandaag naar Disney. En ik heb helemaal op mezelf op mijn Reinershoodie aangepast met pasteltenten. Aangezien het helemaal Disney is met Reiners op de achterkant. En ik draag mijn Levi's broekje 501 en Balenciaga schoentjes van Bobby Innes met het bijpassende tasje. Vanwege ruimtegebrek heb ik alleen de witte kunnen meenemen. Maar ja, niemand die dat ziet. En ik draag ook nog straks het Reiners denimjasje erbij. We hebben heel veel mazzel met het weer. Het is geen regen. Dus ik ga nu naar buiten en even lekker eerst wat ontbijt. We zitten momenteel bij La Durée. Kijk hoe schattig, voor de hitte krijg je zo'n dingetje erbij. Shootje. Ik heb even koffie, volgens mij ziet er heel sterk uit. Lekker toch? Ik ben meteen wakker. We zitten hier aan het tafeltje met het spiegeltje. We hebben de scramble eggs gekregen. Het is voertjes, croissantjes, broodjes. Typisch klein Frans. Het is wel echt een enorme wind. Ik hoop dat we kort zijn in Disney. En je kan niet Disney gaan zonder oortjes van Minnie Mouse. Let's begin. Waar zit het stil? Kasteel! Oh, leuk! Ik voel me net een klein kind hier. Ik ben nu in mijn allereerste achtbaan geweest. Niet over de kop. Ik ben doodsgescheiterd. En ik ga nu naar Indiana Jones. Bismillah, jongens. Ik heb tenminste wel echt een hele leuke outfit en een leuke foto gemaakt op Disney. Ik ga goed voorbereiden. Mijn vriend is best in liegen. Want ik ben dus een scheiter. Echt de grootste, denk ik, die er bestaat. En hij wist gewoon dat deze Indiana Jones achtbaan over de kop ging. Er zei niks. Maar ik heb het gedaan. Ah, we hebben op aangekomen. Waar moeten we heen? Ah, maar ja, het is wel leuk. We hebben heel veel massa met het weer. We zijn nu in Indiana Jones Riddled. En ik wil naar het roze lief. Komt hier een grot in? Wat is dit? Lavendre. Oh. Wat is dit? Dat het niet echt iets bijzonders is. Ik wil dit ook in mijn tuin, lief. Later. De kaas. Wij gaan naar het Doolhof. Wonderland. Ik hoop niet dat ik 2 uur vertraald ben straks. Hallo, de Lida, Lida, Lida. Ja! Hier zou ik ook wel willen wonen, met al die kleur. Hoe heet die ook weer? Weet je dat? Je was een poes. Oh, de soldaatjes. Woehoe!
reacties. Gaan we nu eindelijk wat eten. Heb je hotdog gedaan, lief? Oh, zo lekker. Mam, mam, mam. Oh, honger. Wat doe je niet? Iets zeggen of zo. Ikke. Moet ik zeggen? Oh, moet ik nou jou filmen? Ja. Wat we gedaan hebben vandaag? Niks. Oh, de lichtshow gaat bijna beginnen. Ik hoop dat die attractie nog open is. We gaan nog naar de laatste attractie. La la, die is zo prompt. Ik heb er niet op kinderen stap nu ik aan het filmen bij. Net hondeltje op. Gewoon bij de spieper in de benen van lopen. Oh, ik moet wonen in dat kasteel. Oh, kijk dat. Wil je toch wonen? Ik als kleurmens, alles in kleur wilt. Bosje, oh, mevrouw Tuit. We wachten tot de show begint in de kamer. Wij moeten wat voor over hebben. Ik ben heel benieuwd naar de lichtshow. Het gaat ook regenen. Wacht maar. Het is echt vreselijk weer, maar ik wilde per se de lichtshow zien. En nu is letterlijk Jim helemaal kletsnat. Je zou het niet zien. Wil je mij even filmen? Straf. En als Uber heeft afgezet. Oh, ik heb zo koude handen. We hadden een Uber en die vond nu gecanceld. Dus we moeten weer 10 minuten wachten. We zijn helemaal doorweekt. Mijn hele jasje is klets en kletsnat. Mijn haren. Ik moet nog uit eten en echt mijn schoenen. Ik wilde filmen, maar het stortte het uit. Dus geen goed plan. Ik ben blij dat ik een hoodie op heb, maar die is ook kletsnat. Ja, haar zit wel leuk. Oké, wacht op onze taxi. We hebben ons omgekleed. Ik heb nog steeds natte schoenen aan. En ik heb geen andere paar sokken mee. Dus ik ben nu nog zeiknat. Maar gelukkig is mijn rest van mijn outfit lekker droog. Laat even zien wat ik aan heb aan jullie. Mijn haar is helemaal nat, dus dit heb ik maar in de staart gedaan. Het wordt niets meer. Deze blazer heb ik bij de Bijenkorf gekocht. In de vorige weekvlog zien jullie voorbij komen. En ik heb een tie-dye t-shirtje aan van Reiners. Dus gelukkig zit het restaurant echt letterlijk aan de overkant van het hotel. Ik had om 10 uur gereserveerd. Het is nu 10 uur. Alleen ik kon niet me vestigen. Dus kijken of er nog plek is. En anders gaan we lekker gewoon roomservice bestellen. En ik ga sowieso straks in bad, want het is ijskoud. Oké, let's go. Nou, Disney. Ik was dus doodsbang. Ik had Moulin Rouge echt het hoogst van de verlanglijst van de reis. Dus ik denk als Disney een flop wordt, want daar ben je ook al heel lang niet meer geweest, dan neem ik het wel naar huis. Wat wel jammer was, dat ik een vloedbus lightje in ieder geval. Ja, het is nog steeds de allerleukste attractie van Disney. Maar goed. Maar ik ben dus de grootste angsthaas van iedereen. Wij zijn wel een keer eerder naar een Duinendal gegaan of een Efteling. Met school. Noem maar op. Ik ben best wel vaak in attracties gegaan en heb ik Marie altijd meegevraagd. Marie heeft nog nooit echt met me meegevraagd. Ik vind de glijbaan zelfs eng. Ik vind echt alles eng. En nu hoorde ik dat zij dus in Disney. We zijn overal in geweest. Maar dat kwam. We hadden een normale kaart gekocht. Nou, ik vind Disney trouwens ook fucking duur. Wat al die gezinnen doen. Toch €200 per kaartje, toch? Nee, voor 2 om naar binnen te komen. En dan hadden we dus al die rijen gezien. Nou, dat is 3 uur minimaal in de wacht. Nou, dat ga ik natuurlijk niet doen als je er maar 1 dag bent. Vestpas van €110. Dus nou, dan ben je €400 kwijt verder. Dus we gingen de Indiana Jones attractie in. Hij zegt, dan doen we alvast een, hoe noem je dat? Wat normaler. Ja, een normale achtbaan om mee te starten. Ik zei al tegen hem, gaan we over de kop? Nee, echt niet, echt niet. En ik zit in het wagentje en je krijgt zo'n heel harnas om. En toen piste ik bijna mijn broek. Ik moest echt gewoon huilen. Echt huilen? Ja. Ik wilde er echt uit, maar het kon niet meer. Dus, en die gaat over de kop, wokkels, naar beneden, omhoog. Nou, ik moest 10 minuten bijkomen toen we klaar waren. Maar daarna vond ik het dus heel erg leuk. Daarna kreeg je een soort van attractiekick. Dus ik ben overal in geweest. Tot de Tower of Terror, tot Space Mountain.
Met alles. En toen moest Armin wachten omdat Marie de lichtshow wilde zien in de avond. Ja, de mannen over het algemeen vinden denk ik dat niet zo heel bijzonder. Dat het kasteel dat je allemaal die Disney ziet. Maar ik moest gewoon bijna huilen. Ja, hou op met mij. Weet je hoe mooi dat is? Jezus, wat cheesy. Ik moest huilen. Nee, nou, dat maak je grap. Nee, ik vond het heel mooi. Echt allemaal jeugdherinneringen. Dan zie je Lion King, Pocahontas. Nou, heel nodig. Ik ga huilen bij een Disney kasteel. Maar toen was het dus heel erg aan het hagelen. Regenen, maar ik wilde dus blijven. En ik had het denimjasje aan van Reiners en een Tidehoeder. Dus ik had ook geen winterjas aan. Dus ik was kletsnat. Kletsnat. Maar ik vond het echt de moeite waard. Dus Disney was mijn hoogtepunt van mijn tripje. Ik wil nu elk land opzoeken wat Disneyland heeft. Is super leuk. Alleen ja. We zijn natuurlijk een keer Shanghai of Hong Kong geweest. Toen durfde ik ook nergens in. Durfde ze ook nergens in, dat bedoel ik. Wel. Dus wel. Be ready. Later dagje. En wij zitten hier bij Café Flor. Zo leuk. Al die vleesmetjes. En we wachten nu op eten. Ik heb net hele leuke eercups gekocht. Bij APM Monaco. Een sterretje. En deze twee. Super blij mee. Zit helemaal vast. Dus ik kan hem ook niet draaien. Gaan nu even lekker wat eten. En zo weer naar huis. Kijk nou, leuk. Café de Flor. Een theetje erbij. Helemaal leuk. Oké, we gaan nu croque monsieur eten. Voor het eerst dat ik dit ga eten. We zijn net op tijd. Het regent keihard. Die croque monsieur was niet te eten. Ik hou er dus niet van. We gaan nu naar Lafayette en laat Duree halen voor iedereen, ook voor het kantoor. En dan gaan we weer richting kantoor. Ik vind ze echt geen goede engel dit, maar als je, ben ik donker. Oké, we wachten nu tot de trein gaat. Ik denk dat we naar 8 moeten straks. Ik heb voor kantoor laat Duree meegenomen. Zullen ze heel blij mee zijn en voor mezelf natuurlijk. En ik draag nu net mijn nieuwe aankoop van APM Monaco. Super leuk. En ik ga hier wachten naar huis te gaan. 6:30 gaat de trein. En dan gaan we nog wat eten in de trein, chipjes. Ik ben verlegen gekomen, Bianne en Kelly. En de hondjes ons alweer ophalen in Amsterdam. Dus we hoeven niet met de trein naar haar. Ik draag vandaag ook weer de Mandy Top in zilver. Te leuk bij die oorbellen. Tot zo, jongens. En in welk hotel overnachten jullie toen in het paleis? Ja, we sliepen in het Sofitel op de Champs-Élysées. Dat was leuk. Echt de perfect spot. Qua hotelkamer gewoon normaal. Ik wilde eigenlijk een heel mooi bad, maar dat hadden ze niet. Ah. Ja, en je hebt ook geen jammer balkonnetje, toch? Nee, ik had ook geen balkonnetje. Dat je het altijd op de website wel ziet, natuurlijk. Ja, de foto. Eigenlijk gooi je me een beetje dompertjes. Nou, ik had gewoon meer verwacht van die kamer ook, denk ik, voor dat bedrag. Maar je betaalt gewoon voor de plek. Want we hebben alles lopend gedaan. En tegenover ons op de Buddha Bar, waar we hebben gegeten, kostens was op 5 minuten loopafstand. Dus dat was wel heel leuk. De locatie was echt top. En leuke tricks van ons als je naar Parijs gaat. Of tips, tricks. Ja, nummer 1. Tips, nummer 1. Restaurant is echt kostens. Hotelkostens. Je kan er ook slapen. Maar dat is wel heel prijzig. Maar dus als dan dacht kan, ik, heb het er niet voor over. Ik had het zeker gedaan als je 10 jaar was gegaan. Want wie gaat er nou 10 jaar op deze leeftijd? Bijna niemand. Nee, maar ik wilde Moulin Rouge doen. Maar dat is zonde van mijn geld. Dat is dus wij vinden kostens heel leuk. Zeker als je met of je met vriendinnen bent, maar met je vriend is het nog romantischer. Ja. Kostens is nummer 1 waar je echt heen moet. Nou, Crazy Horse adviseren wij dus beter dan Moulin Rouge. Ja, zeker. En verder om te eten. Avenue is altijd leuk. Dus voor te lunchen. Ja. Op het hoekje zit dat. Dat is ook altijd wel lekker. En Café Flor vind ik heel erg leuk om te lunchen. Lafayette, ben je er bij Lafayette? Nieuwe Lafayette ben ik geweest. Ja, heel mooi. Ja. En ook nog die bar daarboven met die ijsje tijd voor gehad. Oh, dus er is een hele mooie bar daarboven. En als je de Eiffeltoren wil bezoeken, moet je gewoon niet naar de Eiffeltoren zelf. Want het is niet helemaal in constructie, hekken, alles. Dan kan je beter naar het Trocadéroplein. Trocadéroplein, ja. Dan kan je gewoon veel beter de Eiffeltoren zien. Want het is echt, het gaat nergens meer over. Het is helemaal afgezet en het armoedig. Ja, ze zijn er allemaal helemaal mee bezig om heel mooi te restaureren. Dus dan kan je beter vanaf die plek de Eiffeltoren zien. En verder ben ik niet zo heel veel geweest. Ik wilde ook heel graag naar Parijs, maar nu wegens alle gekkigheid rond corona ben ik een beetje angstig. Maar anders wilde ik ook lekker een weekendje even rijden. Zo leuk. Nou, het is echt geweldig. Thalys is trouwens echt de beste tip ever. Oh. Ja. 3 uurtjes onderweg, je kan eten, je kan je mails bijhouden, je wifi, dat vind ik gewoon heel chill. Ja. En 3 uurtjes zo voorbij, je stapt uit het station. Uber is ook gewoon heel erg betaalbaar in Parijs. Ik heb echt alles met de Uber gedaan, dus 8 euro of zo om naar het hotel te brengen. Nee. En als je van tevoren boekt, ben je echt heel goedkoop voor de Thalys. Dus ik ga echt zeker naar Londen met jou ook. Trein. Gaan we zeker doen. Wat gaan jullie volgende week in onze vlog zien? Jullie gaan een klein stukje zien van de filmpremière Suriname. Waar Laura, ik, Mike, Ryan, Lola en Fredje mee heen gaan. Zo, ben je niet vergeten. Ik ben niemand vergeten. Het was super leuk. En voor de rest gaan jullie de volgende week vlog zien. Ik heb mijn wenkbrauwen weer gedaan als laatste. Onze allereerste meet and greet weer aan tour. Ik heb echt heel veel gefilmd, maar ik weet niet even niet meer. Mijn kledingkast. Kledingkast opgeruimd. Opgeruimd. Dus je gaat mijn hele kleding garderobe zien. En daarbij zou ik ook even filmen welke schoenen ik heb. Maar meestal ligt bij jou. Dus dat ga ik voor jullie meenemen. En voor de rest komt nog zo van meer. Dus ben je nou benieuwd? Blijf abonneren en subscriben. Ja, en dank jullie wel voor het kijken. Je t'aime. Je t'aime van Paris. Ik dacht dat ik het terug was. With love from Paris. With love.
Je deel, je deel, je deel van het ooit.